Van harte welkom, dames en heren, bij dit mini-college Geluid zo snel als licht. Waarin we een kleine tijdreis gaan maken langs een aantal ontwikkelingen in de radiotechniek en de radiocommunicatie. De meesten van u zullen wel gezien hebben dat we begonnen zijn met een fragment uit de film Titanic. Die ramp met de Titanic die heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek. Wij weten inmiddels hoe dit verhaal afloopt met de Titanic en dat het dus terecht was dat de kapitein zorgelijk keek toen hij zijn marconisten opdracht gaf om het SOS-signaal uit te zenden. Dat SOS-signaal dat werd opgepikt door een passagiersschip wat zich op 4 uur varen afstand bevond van de Titanic. Dat schip is te hulp gesneld en heeft nog 705 mensen opgepikt uit het ijskoude water van de Noord-Atlantische Oceaan. Na de ramp met de Titanic is de scheepstelegraaf verplicht geworden aan boord van schepen. En dat was dus de eerste doorbraak in de schaalgrootte van de radiocommunicatie. Die ramp vond plaats in 1912. Toen was de radiotechniek dik 10 jaar in ontwikkeling. Ik wil u even mee terugnemen naar het prille begin van die radiotechniek. Er is wat discussie over wanneer dat begint, dat tijdperk. Ik sluit mij aan bij de mensen die van mening zijn dat dat tijdperk begint bij Guglielmo Marconi. Hier ziet u een foto van Marconi. Marconi is geboren in Italië, zoon van een Italiaanse vader en een Ierse moeder. In Italië heeft hij gestudeerd en is hij begonnen met zijn experimenten met radiogolven. Daarbij borduurde hij voort op de experimenten van een aantal anderen. Belangrijke namen die genoemd moeten worden in dit verband zijn Nikola Tesla en Heinrich Hertz. Alleen Marconi was de eerste die radiogolven gebruikte met het doel om daarmee te gaan communiceren over grote afstand. En om die reden wordt hij terecht gezien als de grondlegger van de radiocommunicatie. Hij is begonnen rondom zijn huis, radioverbinding tot aan het eind van de straat. Daarna, toen hij in Engeland woonde, hij woonde in Bristol, heeft hij een radioverbinding gelegd over het kanaal van Bristol, over een afstand van zo'n 20 kilometer. Daarna van het Engelse Isle of Wight met de Franse westkust, de plaats Wimereux, over een afstand van zo'n 150 kilometer. En in 1901 slaagde Marconi erin om de eerste transatlantische radioverbinding tot stand te brengen. Dat was tussen Cornwall in West-Engeland en Newfoundland in Oost-Canada, over een afstand van 3200 kilometer. Die radio, in de begintijd was die radio, dat was wat anders dan de radio die we tegenwoordig kennen. Hè? Tegenwoordig zijn we gewend om, als je een radiotoestel aanzet, dan hoor je muziek of gesproken woord. In het begin was dat anders. Het kwam er eigenlijk op neer dat je een enorme hoeveelheid elektromagnetische herrie de lucht instuurde. En als je dat maar met genoeg geweld deed, dan kon je die op grote afstand kon je die herrie waarnemen. Met speciale instrumenten, daar kom ik zo meteen nog even op terug. En die herrie die kon je aan- en uitschakelen. En als je die dan in korte en in lange stootjes in- en uitschakelde, dan kon je op die manier in morsecode, de morsecode die bestond al enkele tientallen jaren, dan kon je met morsecode communiceren, boodschappen oversturen. En die konden op grote afstand die ontvangen worden. Dat opwekken van die elektromagnetische herrie, dat deden ze met een zogenaamde vonkzender. Ik heb hier een fotootje van zo'n vonkzender. Een laboratoriumopstelling weliswaar. En ik zal proberen om u aan de hand van dit tekeningetje om u iets meer te vertellen over hoe dat dan in zijn werk gaat. U ziet hier twee koperen kogels. Die koperen kogels, daar staat een hele hoge elektrische spanning tussen die twee kogels. En dan als die kogels maar dicht genoeg bij elkaar zitten en die spanning is hoog genoeg, dan springt er op een gegeven moment een vonk over hier. Hier ziet u hem. Dat is hetzelfde effect als een bliksemschicht die opgewekt wordt in de natuur. En een mechanisme waar dit ook gebruikt wordt is bijvoorbeeld de ontsteking van uw auto. Daar zit een bougie in en die bougie
Er komt een hele hoge elektrische spanning over die bougiepuntjes te staan. En als die puntjes dan maar dicht genoeg bij elkaar zitten en die spanning is hoog genoeg, dan springt er een vonk over. En in de auto wordt die vonk dan gebruikt om een brandstofmotor te ontsteken. Hier wordt die vonk gebruikt om een stoorsignaal op te wekken, een stoorgolf. Dat gebeurt dan als volgt. Hier heb je een schakelaar. En die schakelaar, dat is dus de seinsleutel waarmee die marconist op de Titanic zijn morsecode verzond. Met die schakelaar wordt dit circuit aangesloten op een batterij, kortstondig. En dit circuit zorgt er dan voor dat tussen die twee kogels, dat zijn die twee koperen kogels, dat tussen die kogels een hele hoge elektrische spanning komt te staan. Niet alleen een hele hoge elektrische spanning, maar die spanning die wisselt ook heel snel wat we noemen van polariteit. Dat betekent dat op het ene moment deze kogel plus is en die min, en op het andere moment is het andersom. Dan is die plus en deze min. Dat omwisselen, dat gaat met een ongelooflijk hoge snelheid. En met ongelooflijk hoge snelheid bedoel ik echt snel. Dat gaat in een tempo van zo'n 100.000 keer per seconde. In die grote orde, moet u denken. Er zitten dan verbonden met die bollen zitten twee metalen platen. En die twee metalen platen die fungeren als een antenne. En die sturen dan dat stoorsignaal de lucht in. Van mij mag u dat technisch verhaal, dat mag u weer vergeten. Maar ik wil even over dat signaal wat we de lucht insturen. Ik wil hebben dat u daar twee dingen over onthoudt. Zo'n golfsignaal, dat ziet er dan zo uit. Hè, op het ene moment is het plus en, dan, en hier is het min. Het volgende moment plus en hier weer min. En zo wisselt dat heel snel. En twee dingen moet u even onthouden voor de rest van het verhaal. Die golf, die wordt dus in morsecode in- en uitgeschakeld. In korte en lange stootjes in- en uitgeschakeld. Dus die golf die fungeert zo'n beetje als de drager van de informatie die je over wil sturen. En om die reden heet die ook een draaggolf. Zoals elke golf heeft die draaggolf die heeft een golflengte. Dat begrip golflengte dat kent u allemaal. Want op een radiotoestel daar zit een golflengteschaal op. En daar kies je een zender mee. Hè? Een zender zendt uit op een bepaalde golflengte. Velen van u zullen zich de kreet herinneren, 192 goed idee. Dat was reclame van Veronica. Want Radio Veronica begon uit te zenden vanaf een schip op de Noordzee. En de zender op dat schip die zond een draaggolf uit met een golflengte van 192 meter. Daar komt die 192 vandaan. Er is tegenwoordig ook nog een radiostation, dat heet Radio 538. En dat radiostation dat zendt uit op een draaggolf met een golflengte van 538 meter. Daar komt die naam Radio 538 vandaan. Als je dit nou maar met genoeg geweld deed, dan kon je dat aan de andere kant van de oceaan kon je dat ontvangen. Met daar hadden ze een vrij nauwkeurig instrumentje voor. Dat instrumentje heette een coherer. Ik heb hier weer een fotootje van zo'n coherer. En dan kan ik aan de hand van een tekeningetje u wat meer vertellen over hoe dat dan werkte, die coherer. U ziet, het is een glazen buisje. Dus helemaal niet zo groot, het is enkele centimeters groot. Groter hoeft niet. Dat glazen buisje, daar zitten twee elektrische contactdraden aan. Hier in het tekeningetje zie je dat daar dan twee elektrische contacten aan weerszijden zitten. En die ruimte tussen die contacten, dat is een holte. En die holte is gevuld met heel fijn metaalpoeder. Meestal is het een mengsel van ijzer en nikkel, want het moeten magnetiseerbare materialen zijn. Als het geen magnetiseerbare materialen zijn, dan werkt het gewoon niet. Hè? Bijvoorbeeld met aluminium of met koper werkt het niet. Als je dit buisje, als je dat nou in een magnetisch veld houdt, dan kruipen in die holte hier, kruipen die metaaldeeltjes, die worden magnetisch en die kruipen tegen elkaar aan. En dan gaat dit ding geleiden. Dit ding, dat functioneert dus een beetje als een schakelaar dan. Als je hem in een magnetisch veld houdt, dan geleidt hij. En als je hem uit het magnetisch veld houdt, dan geleidt hij niet. Dat is dus een schakelaar. Als je hier dan een lampje aansluit en hier een batterijtje, dan kun je dus door hier een magnetisch veld op te wekken en dat uit te zenden, kun je op grote afstand met die coherer kun je dat lampje in en uit laten schakelen. En als je dat dan in korte en lange stootjes doet, dan kan je in morsecode communiceren, kan je een boodschap oversturen.
dat signaal wat opgewekt werd, dat ziet er dan, ik heb u die golfvorm laten zien en dat zag er dan in theorie heel mooi uit. Ik wil u ook nog even laten zien hoe dat er in werkelijkheid uitzag. Want dat SOS-signaal wat uitgezonden werd door de Titanic, daar is achteraf een simulatie van gemaakt en daar wil ik u een klein stukje van laten zien van die simulatie. En dan wil ik uw aandacht vragen voor een paar dingen. Het eerste wat we opmerken is dat die draaggolf dus uitgezonden wordt hier. Dat grafiekje, dat is die draaggolf. Je ziet ook dat die in korte stootjes en in langere stootjes in- en uitgeschakeld wordt. Hier zien we dan de informatie die overgesigned wordt in morsecode. En iets waar ik ook even uw aandacht op wil vestigen is op de snelheid waarmee dit gaat. En dat is dus de snelheid waarmee die marconist aan boord van de Titanic die seinsleutel bediende. En dat doet hij dus met de hand en uit zijn hoofd. Luistert u even mee. Ongelooflijk snel. En dat doet hij dus met de hand, die marconist. Dit soort apparatuur, die scheepstelegrafieapparatuur, werden in die tijd door één bedrijf in Europa werd dat soort apparatuur gemaakt. En dat was de firma Marconi in Engeland. Het is geen toeval dat die firma Marconi heette, want die was eigendom van de uitvinder. En ik kan u verzekeren, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Die firma Marconi die leverde dus scheepstelegrafieapparatuur aan bijna alle landen in Europa. En dat was een enorme vraag naar scheepstelegrafieapparatuur, omdat na de ramp met de Titanic moest verplicht de scheepstelegraaf ingevoerd worden aan boord van schepen. Dus er was een enorme vraag naar scheepstelegrafieapparatuur. Die levering van die scheepstelegrafie die op een gegeven moment stagneerde niet, doordat in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het handelsverkeer over de Noordzee werd geblokkeerd door de Duitsers. Dat was dus een probleem, want heel Europa was bezig met het uitrusten van de koopvaardijvloten met scheepstelegrafieapparatuur. En de leveringen vanuit Engeland die stagneerden. En om die reden hebben toen een aantal Nederlandse rederijen, die hebben een bedrijf opgericht in eerste instantie in Amsterdam en later is dat bedrijf verhuisd naar Hilversum. En dat bedrijf heette de Nederlandse Seintoestellenfabriek, opgericht in 1918. Met de bedoeling om scheepstelegrafieapparatuur te produceren voor de Nederlandse koopvaardijvloot. Nou waren die rederijen die dat bedrijf oprichtten, Dat waren rederijen, dus die hadden verstand van scheepvaart en van vrachtvervoer over zee. Die hadden geen verstand van de productie van elektrotechnische producten. Dus dat kwam in het begin maar heel moeizaam van de grond. En op een gegeven moment hebben ze daar wat mensen bijgehaald die wel verstand hadden van de productie van elektrotechnische producten. In 1922 is Anton Philips uitgenodigd om zitting te nemen in de raad van commissaris van het bedrijf. Anton Philips heeft dat een paar jaar met leden ogen aan zitten kijken, die worstelpartij. En in 1925 heeft Philips het aandelenpakket van de rederijen overgenomen in dit bedrijf. En dat wordt eigenlijk een beetje gezien als de start van de radioactiviteiten binnen het Philips-concern. Er waren twee scholen in de radiotechniek in die tijd. Je had aan de ene kant de professionele school. Dat was dus de radiocommunicatie in de scheepvaart en voor militaire doeleinden. Maar er was nog een andere school en die had de visie dat die radiocommunicatie dat die wel eens iets groots zou kunnen worden en dat je die toegankelijk moest maken voor consumenten, voor particulieren. Alleen ja, daar kleefde nog wel een technisch probleem aan. Want in die professionele wereld nam men er genoegen mee dat er gecommuniceerd werd in morsecode. Maar ja, als je dat voor een grote groep luisteraars gaat doen in een consumentenomgeving, in een luisteraarsomgeving,
dan kun je natuurlijk niet meer volstaan met morsecommunicatie. Je kunt niet tegen de mensen zeggen, we bieden een bericht in morsecode aan en ontcijfer dat zelf maar in je huiskamer. Zo werkt dat niet. Je moest communiceren in gesproken woord en in muziek. Alleen ja, die muzieksignalen, die geluidssignalen, dat zijn hele geleidelijk verlopende signalen. Dus daarvoor volstaat het niet om die draaggolf in en uit te schakelen. Op de een of andere manier moest je proberen om dat geluidssignaal te mengen met die draaggolf van die radiozender. Dat werd pas mogelijk na de komst van de radiobuis. Met die radiobuis was het mogelijk om die twee signalen, die draaggolf en dat geluidssignaal, met elkaar te mengen. Ik kan u even laten zien hoe dat in zijn werk ging. Hier zie je een geluidssignaal. En zo'n geluidssignaal is best een grillig signaal. Hè? Er zitten heel veel variaties in, afhankelijk van het type geluid wat je over wil sturen. Afhankelijk van welk muziekinstrument of welke gesproken stem er over gesigned moet worden. Zitten daar heel veel pieken en dalen in en de frequentie die varieert. Dus dat is een beetje een grillig signaal. Heb je hier dat draaggolfsignaal. En dat draaggolfsignaal, dat is een heel constant signaal. Met een constante hoogte en een constante golflengte, zoals we gezien hebben. En met een radiobuis was het dus mogelijk om deze twee signalen te mengen als volgt. Hier zie je dan dat de hoogte van die draaggolf, dat die varieert in het ritme van dat geluidssignaal. Hè, dat geluidssignaal, dat zie je hier terug verschijnen. En dan de hoogte van die draaggolf, die varieert in het ritme van dat geluidssignaal. Nou heet de hoogte van die draaggolf, dat heet in de radiotechniek de amplitude. En het veranderen van die draaggolf, dat heet moduleren in de radiotechniek. Dus wat je kreeg hier, is een zogenaamd amplitude gemoduleerd signaal, een AM-signaal. Die kreet AM, die kennen de meesten van u ook al uit de bediening van een radiotoestel. Want een radiotoestel heeft tegenwoordig een FM-schaal en een AM-schaal. En die AM-schaal, dat is dus de schaal voor de ontvangst van dit soort signalen. Dus u behoort nu tot de selecte groep Nederlanders die weten wat dat betekent. Een amplitude gemoduleerd signaal. Goed, dit ging met radiobuizen, dus we moesten radiobuizen maken. Philips ging ook radiobuizen maken. Hier ziet u de eerste commerciële radiobuis geproduceerd door Philips in 1918. Typenummer was de IDZ, dat was ook geen toeval. Want het typenummer, die buis, die werd genoemd naar zijn opdrachtgever. Die opdrachtgever, dat was een Haagse radiopionier, meneer Itzerda. Itzerda was een bekende figuur in de Nederlandse radiotechniek. Hij had een bedrijf in Den Haag, de Nederlandse radio-industrie. En in dat bedrijf produceerde radiotoestellen. Itzerda was niet alleen een knappe technicus die radiotoestellen zelf ontwikkelde, maar hij had ook een goede neus voor marketing. Want Itzerda was van mening dat als ik meer radiotoestellen wil verkopen, dan moet ik ook zorgen dat er radioprogramma's zijn waar de mensen naar kunnen luisteren. Dus Itzerda die had in zijn huiskamer in Den Haag had hij een studiootje gebouwd van waaruit hij radioprogramma's uitzond. Dat uitzenden van die radioprogramma's, dat kondigde hij van tevoren aan in de geschreven pers. Hier ziet u een advertentie uit NRC Handelsblad van 6 november 1919, waarin hij een van zijn radioprogramma's aankondigt. Informatie over het programma, tijdstip van uitzending, technische informatie voor de radioamateur om zijn toestel in te stellen. Dus dat pakte hij heel gestructureerd aan. En om die reden, om de reden dat hij dat ook van tevoren aankondigde, daarom wordt Itzerda gezien als de eerste radioomroeper van Europa. Hij deed dat management van die activiteiten, dat deed hij in zijn eentje. En dat was natuurlijk niet erg makkelijk. Dat was technisch complex, maar er moesten ook nogal wat kapitaalsinvesteringen gedaan worden. En dat deed hij in zijn eentje, dus hij heeft dat niet lang volgehouden. Na een jaar of vijf, in 1924, is hij vrij geruisloos van het toneel verdwenen. Nou was er gelukkig ondertussen in die Nederlandse seintoestellenfabriek was ook het nodige gebeurd.
Daar zat een verkoopleider, die heette Willem Vocht. Willem Vocht is later ook een hele bekende persoon geworden in omroepland in Nederland. En die verkoopleider die was net als Itzel daar van mening dat als je meer radiotoestellen wil verkopen, dan moet je zorgen dat de mensen radioprogramma's hebben om naar te luisteren. Dus Vocht die ging daar een stapje verder in. Die richtte in 1923 de eerste omroepvereniging op. Dat was de Hilversumse Draadloze Omroep, de HDO. Nou was Nederland in die tijd erg verzuild. Dus binnen de kortste keren al die maatschappelijke bewegingen die er waren in Nederland, die wilden binnen de kortste keren allemaal hun eigen omroepvereniging hebben. En zo kwamen richtten de katholieken, die richtten de KRO op. En de protestanten, de NCRV. De socialisten, de VARA. De vrijzinnig protestanten, de VPRO. En in 1927 ging de HDO samenwerken met een paar andere maatschappelijke organisaties. En de naam veranderde in de Algemene Vereniging van Radioomroepen, de AVRO. Zoals we die tegenwoordig nog kennen. Dus dat hele omroepbestel, wat we tegenwoordig nog kennen, dat vindt zijn oorsprong in die Nederlandse seintoestellenfabriek. En dat was bedoeld als marketinginstrument om meer radiotoestellen te verkopen. Dus we gingen radiotoestellen verkopen. Philips had ook een radiotoestel ontwikkeld intussen. Hier ziet u een afbeelding van het eerste commerciële radiotoestel wat verkocht werd. Het bestond uit drie gedeelten. Het radiogedeelte, de energiebron en de luidspreker die de bijnaam had de pannenkoek. Ik hoef u niet uit te leggen waarom. Dus er werden radiotoestellen verkocht. De vraag naar radio's die groeide van, er stonden in 1926 zo'n 24.000 radiotoestellen in Nederland. En dat groeide met tientallen procenten per jaar naar zo'n 1 miljoen toestellen in 1939 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hier ziet u een advertentie, een persbulletin uit 1932, waarin een trotse Anton Philips aankondigt dat Philips het 1 miljoenste radiotoestel verkocht had. Het was in 1932. Toen stonden er in Nederland een kleine 100.000 radiotoestellen. Dus het grootste deel van die radiotoestellen werd in het buitenland verkocht. Dat was een internationale business. En dat is eigenlijk best wel logisch, want die radiogolven die trekken zich natuurlijk niks aan van landsgrenzen. Nou was dat bereik van die radiogolven, daar kleefde nog een fors technisch verhaal aan. Ik zal u daar iets meer over vertellen aan de hand van een paar tekeningetjes. U moet zich voorstellen, hier heb je het aardoppervlak en dan heb je hier een zendmast. En zo'n zendmast die zendt dan radiogolven uit en die gaan alle kanten uit. Naar boven, naar onder, naar links, naar rechts, naar voor, naar achter. Dat is een bolvormig golffront. Zo breidt zich dat uit. Nou was in het begin, waren die golflengten die waren in de grote orde van kilometers. Tientallen kilometers zelfs. Dat heette lange golf. Als ze iets korter waren, dan heette het middengolf. En die lange en middengolven die gedroegen zich als wat we noemen een grondgolf. Die planten zich voort parallel aan het aardoppervlak, want die waren niet in staat om door te dringen tot in de hogere luchtlagen. Daar hadden ze niet genoeg energie voor. We hadden inmiddels ook geleerd dat naarmate die golflengte korter werd, en dan heb ik het over golflengte in de grote orde van de 10 tot 100 meter, dat die golven, die korte golven, die waren wel in staat om door te dringen tot in de hogere luchtlagen. Daar hadden ze wel genoeg energie voor. Nou, als je nou hier het aardoppervlak hebt, en je stuurt hier zo'n korte golf de lucht in, die reflecteert dan hier tegen de ionosfeer. Dat doet hij hier nog een keer. En die korte golven, daar kon je de wereld mee rond. Daar kon je ongelooflijk grote afstanden mee afleggen. Afstanden van 10 tot 20.000 kilometer was geen probleem. Dus daar kon je de wereld mee rond. Dat was interessant voor landen die overzeese gebiedsdelen hadden. En daar was Nederland er eentje van. Engeland is er iets eerder mee begonnen. Heeft de BBC World Service opgericht. Die in 1925 begon met uitzenden op de korte golf.
Iets wat met het afleggen van die enorme afstanden langs het aardoppervlak natuurlijk ook interessant is, is met welke snelheid dat dan gebeurt. Want als zo'n golf er bij wijze van spreken dagen over doet om de andere kant van de wereld te bereiken, ja, dan kan je bijna net zo goed een brief schrijven om informatie over te brengen. Maar die radiogolven die planten zich voort met dezelfde snelheid als licht. Met de lichtsnelheid. Licht is ook een elektromagnetische golf. Dus die reizen met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Als we nou even teruggaan naar dat vroege experiment van Marconi, waarin die dus een signaal vanaf de Engelse westkust naar de Canadese oostkust stuurde, over 3200 kilometer. Stel dat je nou in staat zou zijn om een geluidsgolf op te wekken die voldoende energie bezit om de Canadese, hè, als je die in Engeland opwekt, om de Canadese oostkust te bereiken. Dat is theoretisch, dat kan eigenlijk helemaal niet, want een geluidsgolf is een luchtdrukgolf en die waait weg op de oceaan. Maar stel dat het wind stil is en je bent in staat om een geluidsgolf op te wekken met voldoende energie om Canada te bereiken, dan doet hij er bijna 3 uur over om de Canadese kust te bereiken. Dus dat is een forse tijdsvertraging. Een radiogolf doet er 100ste seconde over. Dus dat treden nagenoeg geen tijdvertragingen op. Dat zijn live verbindingen, die radioverbindingen. Zoals ik al zei, dat was interessant voor landen die overzeese gebiedsdelen hadden. BBC is in 1925 begonnen met uitzenden. In Nederland heeft Anton Philips de handschoen opgepakt. En die is in 1925 begonnen met het idee, met het plan om een korte golfzender te ontwikkelen. Die was in 1927 gereed. En hier ziet u dan in 1927 ziet u een trotse koningin Wilhelmina die voor het eerst via een korte golfverbinding communiceert met de rijksgenoten in Nederlands-Indië over een afstand van 13.000 kilometer. Die uitzending vond plaats vanaf het natuurkundig laboratorium hier in Eindhoven. Dus het was feest in Eindhoven, er werd een monument opgericht. Het monument is nog te zien in het Stadswandelpark. En heet het radiomonument. Die korte golfzender die is later verhuisd naar Huizen bij Hilversum. En daar is later Radio Nederland Wereldomroep uit voortgekomen. Dus de wereldomroep van de Nederlandse omroepen. Die wereldomroep die bediende de Nederlanders die verspreid over de wereld woonden en werkten. Ik heb zelf een groot deel van mijn loopbaan in het buitenland gewoond. En ik ben ook zelf ook altijd een fanatieke korte golfluisteraar geweest. Dat was voor de komst van het internet was dat de enige manier om een beetje vlot geïnformeerd te raken over de gang van zaken in Nederland. Want ja, telefoneren kostte een vermogen. En kranten kwamen altijd pas een paar dagen later. Dus als je s'avonds naar de korte golf luisterde, naar Radio Nederland Wereldomroep, dan was je op de hoogte van het Nederlandse nieuws. Ik heb zelf ook nog een paar jaar als correspondent gewerkt voor het programma Wereldnet, wat uitgezonden werd door Radio Nederland Wereldomroep en hier in Nederland door Radio 1. Die wereldomroep die ging toen in de 60er jaren. De Nederlanders in grote getalen op vakantie begonnen te gaan in het buitenland. Toen ging die wereldomroep, die zag dat als een nieuwe markt. Die ging die groep ook bedienen. En die ging daar zelfs speciale programma's voor ontwikkelen. Bekende voorbeelden van die programma's zijn Radio Tour de France. Hè, en de alarmberichten van de ANWB Alarmcentrale. Die werden ook via de wereldomroep over de korte golf uitgezonden. Dus ja, je kon de radio meenemen op vakantie. Nou, joepie, de radio meenemen op vakantie. Dat is natuurlijk niet erg praktisch om zo'n radiotoestel mee te nemen. Dat had dit soort afmetingen. Daar zaten radiobuizen in. Die glazen dingen die u hier ziet, dat zijn radiobuizen. Die radiobuizen zijn best ingewikkelde dingen om schakelingen mee te ontwerpen. Want die worden warm, dus die hebben ruimte nodig om hun warmte kwijt te kunnen. Die werken op relatief hoge spanningen. Dus je hebt transformatoren nodig en allerlei ingewikkelde hulpschakelingen om die dingen hun werk te laten doen. Zo'n radio gebruikte ook nogal wat energie, waardoor er altijd een snoer met een stekker aan moest zitten.
om dat ding te laten werken. Dus dat was natuurlijk niet zo praktisch om dat mee op vakantie te nemen. Nou was er gelukkig was er nog een andere ontwikkeling waarin wat doorbraken kwamen. Dat waren onderzoeksprojecten die ook al lang bezig waren. En een groep wetenschappers in Amerika bereikte de eerste resultaten hiermee. Hier ziet u een aantal kleine elektronische componenten en dat heette transistoren. Dit zijn transistoren. En die transistoren, zo'n transistor, zo'n klein dingetje, dat deed eigenlijk hetzelfde als zo'n radiobuis. En die transistor, die werkte op lagere spanningen, gebruikte veel minder energie. Dus die had veel minder complexe hulpschakelingen nodig om zijn werk te doen. En zo'n radiotoestel, dat hoefde ook niet meer op het lichtnet aangesloten te worden. Dat kon je met een batterijtje kon je dat voeden. Dus zo'n radiotoestel, na de introductie van die transistoren, ging zo'n radiotoestel ging er zo uitzien. En dit is natuurlijk iets dat kan je wel mee op vakantie nemen. Dit is wel praktisch. Er waren nog wat andere ontwikkelingen. Er was nog een ander modulatieprincipe ontwikkeld. De zogenaamde FM, de frequentiemodulatie. Naast de amplitude modulatie die we al kenden. En met die FM was de ontvangstkwaliteit, zelfs van zo'n klein toestel, was subliem. Dat was ontzettend ongevoelig voor storingen. Dus dit soort ontwikkelingen, dat heeft geleid tot een enorme toename in de vraag naar radio's. Want de vraag naar radiotoestellen. Want het toepassingsgebied van radiotoestellen werd enorm uitgebreid. Hè, er kwam een versie die je bij wijze van spreken mee kon nemen naar het strand. Er kwam een speciale uitvoering voor gebruik in de auto. Hè, je kon, omdat het zo klein was, dat apparaat, daarom kon je het samen met andere apparaten in één kastje inbouwen. Hè, hier bijvoorbeeld met een cassette recorder. Hier met een cd-speler. Die nieuwe frequentiemodulatie die bood ook praktische mogelijkheden om stereo-uitzendingen te verzorgen. Dus hier ziet u dat zo'n radiotoestel ook geschikt wordt om stereo te ontvangen. Dus deze ontwikkeling die leidde weer tot een verdubbeling in de vraag naar radiotoestellen. En halverwege de 60e jaren, na de introductie van de transistorradio, nam die vraag toe naar zo'n 3 miljoen stuks per jaar in Nederland. Dat was dus weer een forse verdubbeling. Nou, als je nou gaat kijken naar waar we ongeveer zitten in de tijdlijn, dan zitten we ongeveer hier. Hè? Dit is dus een apparaat met een cd-speler. En de cd-speler, ja, ze zijn er nog wel, maar de nieuwe gebruikers gebruiken ze niet meer. Dus die beginnen nu al een beetje ouderwets te worden. Dus we zitten ongeveer hier in de tijdlijn. En ik hoor dan ook wel eens mensen zeggen van, nou, radio, dat is ouderwets, dat gaat eruit. Dat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En dan vraag ik me wel altijd af, wat zouden die mensen daar eigenlijk precies mee bedoelen? Want als je radio nou ziet als het maken van een radio-uitzending in een studio en die dan door de ether verzenden en met een klein radiotoestel in de huiskamer ontvangen. Ik denk dat dat soort radio wel zijn beste tijd gehad heeft. Maar als je radio wat breder ziet en kijkt naar de draadloze verbindingen die wij tegenwoordig nog gebruiken in ons dagelijks leven, dan zien we dat vrijwel alle internationale communicatie verloopt via communicatiesatellieten. Onze mobiele telefonie, dat zijn gewoon radioverbindingen. Het verschil met vroeger is dat die draaggolflengte, de golflengte van die draaggolf, dat die veel korter is dan vroeger. Waardoor je veel meer informatie op zo'n draaggolf kunt pakken. De wijze waarop de internetinformatie tot ons komt via de wifi-netwerken in gebouwen, dat zijn gewoon radioverbindingen. En last but not least, onze regionale omroepen die maken deel uit van het Nationaal Calamiteitenplan. Dat betekent dat ze, wat er ook gebeurt in Nederland, hè, stel dat, ik noem maar iets, dat de energievoorziening uitvalt of dat alle internetcommunicatie uitvalt, dan zijn onze regionale omroepen met noodvoorzieningen in staat om FM-uitzendingen te verzorgen die met een batterijradiootje overal in Nederland ontvangen kunnen worden. En op die manier kan de overheid dan blijven communiceren met de burgers.
Nou ben ik begonnen met een ramp en ik eindig met het Nationaal Rampenplan, waardoor bij sommigen van u misschien de indruk zou kunnen ontstaan dat die radioverbindingen alleen een belangrijke rol spelen in geval van calamiteiten. Maar ik hoop dat ik u daartussendoor ook voldoende informatie gegeven heb over het feit dat radio een ongelooflijk belangrijke plaats ingenomen heeft in ons dagelijks leven. Ik wil u van harte bedanken voor uw belangstelling.